Een nieuwe ploeg betekent nieuwe renners. En dat is bij het Rabobank Women's Cycling Team natuurlijk niet anders. Maar hoe maak je van al die rijders een team? De vrouwen van Rabobank werden bijeengebracht in een bungalowpark en leerden elkaar daar op een alternatieve manier behoorlijk goed kennen. Normaal dan doe je een weekendje en dan fiets je twee keer samen en dan begin je aan het seizoen. Zo gaat het meestal. Dat is ook leuk hoor. Maar dit is wel heel intensief, een hele week lang. Maar zoals dit, zoals vandaag, heb ik nog nooit gedaan. Het is heel erg leuk, heel gezellig. Ik kijk ernaar uit wat we nog meer gaan doen. Hartstikke leuk. Op deze manier leer je elkaar ook sneller kennen natuurlijk. Anders is het moeilijker om gesprekken aan te knopen. En op deze manier moet je wel. Spannend. Ja, heel spannend, maar wel leuk. Ja, allemaal verschillende nationaliteiten. Heel even keken de meiden wat vreemd op. Openhartige vragen beantwoorden, spelletjes doen, dat was allemaal nieuw. Maar al snel kwamen ze tot de conclusie dat het wel werkte. We zijn nog geen dag bij elkaar en het loopt toch wel al jaren elkaar kennen. Dus het gaat heel lekker. Je merkt, we zijn nog maar een paar uur bezig en dat je eigenlijk echt al wel een heel ander beeld krijgt van dat je die meiden in de koers ziet. En het is gewoon heel erg gezellig en ik denk dat dit heel erg belangrijk is voor de rest van het jaar. Dan moet je onderdoor. Dit is echt wat je noemt blind vertrouwen. Ja, echt ontzettend leuk om zo op spelende wijze om elkaar te moeten vertrouwen natuurlijk. En zo elkaar ook een beetje te leren kennen. Hartstikke leuk. That's the team spirit. Yeah. Roxane Kneteman had het allemaal goed door. In een paar uur tijd leerde ze flink wat over haar ploeggenoten. Ja, zeker. En ook over mezelf hoor. Ik hoop dat ze ook wat van mij hebben geleerd. De vragen die we hebben beantwoord. Het is wel grappig dat je dat natuurlijk over iemand anders moet gaan vertellen weer. Dan sla je het ook beter in jezelf op. Inderdaad, je denkt dat je meiden kent. Maar eigenlijk kom je er nu achter dat ze heel anders zijn dan dat ik al zei in de koers. Yeah, you ready? No. I'm not tough. Wat heb je over jezelf geleerd? Dat ik het toch wel heel erg moeilijk vind om mezelf naar hun te vertellen hoe ik eigenlijk echt ben. Met die vragen, ja. Je moet toch wel heel erg over jezelf nadenken. Hoe ben ik? Dat is natuurlijk eigenlijk altijd wel heel erg moeilijk. Confronterend het altijd. Ja, zeker. Want ja, wat moet je nou opschrijven? Wat zijn je dromen? Ja, ik heb er zoveel. Hoe fris is het om gewoon met een hele nieuwe ploeg aan de gang te gaan? Ja, heel leuk. Ik voelde me ook wel een klein beetje zenuwachtig toen ik hier naartoe kwam eigenlijk. Dus dat is toch wel ook voor mij een nieuw gevoel. Heel veel nieuwe meiden, nieuw team. Dan ben je gewoon echt wel, kijk je er naar uit. En ook, kijk ook al uit naar volgend seizoen. Maar goede start om hier elkaar te leren kennen. 1, 2, 3.